vanuit het hart van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. Augustus werd door Team Wens Marathon voor de tweede keer geld ingezameld voor de stichting Wens Ambulance Noord-Nederland. We staan hier naast Johannes Haan. En wat is Team Wens Marathon? Team Wens Marathon, dat is een groep mensen. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. Het zijn voornamelijk marathonlopers. En ik ben daar een onderdeel van. En wij hebben vorig jaar bedacht om dit te organiseren. Vorig jaar de Wensmarathon, eigenlijk was het eenmalig. Maar het was zo'n succes en dan kreeg ik zo vaak de vraag van, goh, dat moeten jullie nog een keer weer doen. En dan hebben we met het team gezegd, gaan we het nog een keer organiseren. Net als vandaag, ja, dus dat, ja. Dus wat gaat er dan vandaag gebeuren? Dus de lopers, fietsers? Er doen dik 300 mensen naar mee. Wij konden wel heel veel meer mensen, werden ons gevraagd zeg maar, of ze mee mochten. Maar wij zitten ook je moet het ook kunnen organiseren. En toen hebben we gezegd van nou, we doen 300 deelnemers. Die gaan wandelen of hardlopen of hardlopen, wandelen, fietsen en wielrennen. Door Westerwolde. Het heet ook de Groot Westerwolde Tocht. Dat is voor ons heel belangrijk. En die mensen hebben allemaal inschrijfgeld betaald. En dat inschrijfgeld gaat rechtstreeks naar de wensambulance die hier achter ons staat. En dat is ons goede doel. En dan komen ze hier weer terug en dan hebben we muziek. Dus dat, de hele dag wat te doen hier. Ja. Wat gaat er gebeuren met het geld wat wordt opgebracht voor de wensambulance? Ja, nou, het is wel hartstikke mooi dat je dat even vraagt. Want het is namelijk zo, alle geld, dus het inschrijfgeld wat mensen over hebben gemaakt, dat gaat eigenlijk al rechtstreeks naar de wensambulance toe. Er is geen tussenrekening. Alle sponsoring, alles, iedereen betaalt aan de wensambulance. En de wensambulance, ja, dat is een organisatie daarin mensen die bijvoorbeeld een laatste wens hebben, kunnen dan nog met die ambulance naar hun laatste wens toe. En dat is soms heel groot, maar soms ook heel klein. Bijvoorbeeld, ik ben officiant in de Muntenzijl van mensen die het altijd al gedaan hebben. En wij hebben daar heel veel gevoel bij als team. En hebben gezegd van, dat gaan we nog een keer doen. En om zo'n ambulance in de baan te houden, ja, dat is veel geld voor nodig. En dat is de reden dat wij dat zo doen. Ja, dus die krijgen eigenlijk alle geld direct. Dus is geen, wij krijgen een overzicht van de wensambulance wie geld heeft overgemaakt, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja. Dus, ja. Super, super. Nou, super leuk en succes vandaag. Ja, dat gaat ons lukken. Ja, dat gaat ons lukken. En hartstikke leuk dat jullie er ook bij zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Okay. De deelnemers van de wedstrijdlopers en de wandelaars werden met bussen naar hun startpunt gebracht. Deze meneer is, dat zou ik de hoogste baas zijn, want zo spreken wij, van de wensambulance.
En die heb ik hier bewust even mee naartoe genomen. Dit is meneer de Boer. En ik wil eigenlijk de familie houden, maar met name Annette en Boulian even met zonnetje zetten. Want die doen dit jaar, maar ook vorig jaar, alles belangeloos. En dat is niet alleen deze dag, maar ook daarvoor. En nou, vorig jaar is me dat eigenlijk een beetje mislukt. En ik dacht van dit jaar vind ik dat wel heel belangrijk. En ik ben een beetje van de rituelen. Wij willen graag de eerste medaille die uitgereikt wordt op deze dag. Want alle deelnemers krijgen medaille. Maar de eerste medaille wil ik graag laten reiken door meneer Den Boer. Ik werk daar graag mee namens de Stichting Wensambulance Noord-Nederland. Omdat wij altijd heel onder de indruk zijn van hetgeen wat in Wedde gebeurt. Het hele dorp, 1600-1700 inwoners, is daar direct of indirect bij betrokken. In ieder geval, men weet wat er gebeurt. En de opbrengst was vorig jaar gigantisch voor de Stichting Wensambulance. Misschien is goed dat ik even heel kort toch aangeef wat die Stichting Wensambulance doet. Die vervult laatste wensen van terminale patiënten. Nou, zoals gezegd, vrijwilligers centraal bij de Stichting Wensambulance, maar ook bij de organisatie van die dag. Deelnemers krijgen straks een teken van ongelofelijke prestatie die ze geleverd hebben. 5 kilometer, 10 kilometer, fietsen, lopen enzovoort. Maar voor die vrijwilligers nemen we onze hoed af of we zetten ze letterlijk graag in het zonnetje. En op verzoek van de organisatie mag ik dat doen door het uitreiken van de medailles die niet zoals bij het voetballen van achteren worden aangereikt, maar die uit mijn rechte broekzak komen. Ja, deze twee mensen. Ja? Ja. Zeer bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Ja. Ook als eerste en tweede, maar voor alle symbool, voor alle vrijwilligers. Ja, dankjewel. Terwijl de deelnemers langzamerhand binnenkwamen bij de finish en hun medaille in ontvangst namen, was er ook voor de kinderen nog een aparte kidsrun. Deze actie heeft in totaal €15.487,39 opgeleverd voor de Wensambulance Noord-Nederland. GNA Media voor al uw videoproducties.